Goedemiddag allemaal, ik ben Mohamed Gharouche en ik ben vandaag hier om jullie te vertellen over Swiftly. Swiftly is een bedrijf dat zich bezighoudt met de transportsector. Wij leveren diensten aan de transportsector en dat doen we door middel van een app. Wij richten ons voornamelijk op de retail en met Swiftly zijn we van plan om met een Uber-model de grootste concurrent te worden van PostNL. Allereerst wil ik u een filmpje laten zien. Meet Amy. Amy is excited about attending her best friend's birthday party. She sorted out her outfit for the occasion. Unfortunately, on the day of the party, she discovers that her shoe is broken. She knows a good store where she can purchase a new pair of shoes, but she doesn't have the time to get there from work. By the time she leaves from work, the store will already have closed. Thankfully, there's Swiftly. Jamie can now order the shoes she likes right from work and Swiftly will make sure they get delivered to her doorstep the very same day and even at the time she wanted. Swiftly, get control over your package. Dat brengt ons meteen bij de probleemstelling van vandaag. Waar zitten we mee? Nou, ten eerste hebben we een ongepaste bezorgdheid. Dat betekent, de ene keer komt het pakketje tussen 1 en 5. En jij moet werken de volgende dag. Wat is het gevolg daarvan? Jij moet alsnog het pakketje gaan ophalen bij het dichtbijzijnse ophaalpunt. Dat je net zo goed naar de winkel kunnen gaan. Het tweede proces is, dat typeren wij voornamelijk als het consumentenongeduld. Wat betekent dat? Tegenwoordig zijn de consumenten gewend om steeds meer vanuit huis te regelen. Dus alle bestellingen gaan tegenwoordig ook steeds meer. We zien dat de online webshops als paddenstoelen uit de grond komen. Dit gaat dus niet meer langer. De traditionele manier die we nu gebruiken voor het bezorgen, de consumenten, ja, het kraakt en het piept. Nou, hoe gaan wij dit oplossen? Heel simpel. Wij brengen de optie voor de klant om zelf te kiezen wanneer het pakketje thuis bij hem wordt bezorgd. Ten tweede, wij kunnen een same-day delivery garanderen. En hoe doen we dit allemaal? Met onze app, die gebaseerd is op het Uber-model, gaan wij klant en winkelier eigenlijk bij elkaar brengen, waardoor elke keer als jij een bestelling hebt, je via de app de bestelling kunt laten komen. Nou, hoe ziet deze markt eruit? Allereerst de zakelijke markt. In de retail zijn er afgelopen jaar 190 miljoen pakketten verzonden. Dat is goed voor zo'n 1,2 miljard euro. Particulier zijn er naar schatting zo'n 10 miljoen goederen. Wat bedoelen we daarmee? Waarop is dat getal gebaseerd? Als we kijken naar de marktplaats, hoeveel advertenties daarop staan, hebben we een kleine berekening gemaakt hoe vaak een consument naar een andere consument een product moet versturen. Hoe gaat dit tegenwoordig? Via de huidige gebruikers, vervoerders, en dat zijn PostNL, GLS, etc. Nou, hoe ziet ons businessmodel eruit? Onze gebruiker die installeert natuurlijk eerst de app. Vervolgens rekent de klant zijn pakketje af in de app. De bezorger krijgt een notificatie, heel simpel pushmelding op de telefoon. En die weet, hey, op mijn weg ligt er een pakketje klaar, laat ik dat meenemen. Vervolgens brengt de vervoerder, de bezorger, het pakketje naar de consument. En de consument is blij en heeft dezelfde dag zijn pakket. Nou, hoe verdienen wij hier nog wat aan? We hebben uitgerekend dat bij een verzendtarief van 6,95, wat voor nu de basistarief is op de site, zeg maar, van PostNL. Wij weten ook dat de zakelijke contracten, dat zijn grote contracten, dus de bol.coms en de H&M's, die zijn voor een later stadium. Zijn wij de enige? Nee. Wij merken door de vele start-ups die hier of een poging al naar hebben gedaan, of nog steeds bezig zijn. De hoeveelheid vertelt al heel veel. Er is echt een vraag naar innovatie op het gebied van bezorgen. Hoe ziet ons team eruit? Ik ben Mohamed Gharouche, zelf nog student op de TU Delft. Samen met Yassin zijn we op dit idee gekomen. In ons team zit ook een programmeur. Heeft ook een programmeerbedrijf. Die zit ook in ons team. Verder hebben we ook nog een aantal adviseurs, gericht op de softwarekant. Wat willen we? Nou, we vragen allereerst een bedrag van 250.000 euro. Dat is onder te verdelen in een aantal onderdelen. Nou, als eerst de softwareontwikkeling. Ten tweede de marketing. Ik moet erbij zeggen dat de marketing
voor nu, aangezien we willen gaan starten met een pilot, de marketing is al voor een deel gedaan. Om in ieder geval te kunnen starten met onze pilot. Verder hebben we ook nog de materiaalkosten en uiteindelijk ook nog de uitbreiding. Want we zien ook dat het Uber-model eigenlijk in de hele wereld al redelijk draait. Hetzelfde geldt naar onze mening voor dit bedrijf. Wij kunnen met onze app overal meteen overzetten, want het is allemaal gebaseerd op Google Maps. Dat hebben we overal. Je kan het zo in een andere stad toepassen. Nou, wat wil ik vandaag? Ik zeg, stap met ons in zee en we nemen de hele transportmarkt over. Dank jullie wel.